En in Te Aar bij Mr. Magnet. 957. 957, ja. Wat houdt dat in? Naam op YouTube. Oh, zo, ja. Ja, oké. Okay. Mr. Magnet 700, nog wat 50. 957. Maar we zijn hier dus bij de brand. Het is echt nog super gevaarlijk eigenlijk waar we staan. Want er kunnen nog steeds allemaal gasflessen ontploffen. Maar alles voor de views. Alles voor de views. Ja. Kijk dan, joh. Wow, yo. Wat? We gaan naar de volgende. We zijn nu ook bij het eerste pand. Waar het allemaal mee is begonnen, zeg maar. Van de 28 panden. Hier is de brand begonnen. En daar zo achter is eigenlijk nog een pand. En dat hek daar zo. Hek waar? Deze. Ja, de hoeken. Ja, de hoeken. Maar dat denk ik al gewoon doorgeroest. Dus dat maakt niet uit. We gaan nu naar de volgende kant. Er staan wat autootjes daar zo. Ze zijn in de fik gevlogen. Helemaal warm. We zien nog helemaal het frame. Je ziet inderdaad helemaal het frame. Ook helemaal gesmolten, joh. We staan uiteraard gewoon achter een hek, want het is niet veilig als we naar binnen gaan. We zijn echt door de overheid niet heel slim geweest, want er staan ook allemaal plekken waar je gewoon naar binnen kan bij het andere pand. Ja. Gaan we niet doen, veel te veel asbest en er is altijd nog een dreiging dat het weer aangaat en dat een explosie... Ja. Hé Sven, ik hoorde knallen, man. Ja, ik... Zit ik hier zit ik allemaal panden daarachter, maar... Ze zijn het aan het opruimen, maar dit gaat nog wel een tijdje duren. Ja. We gaan er niet in voor onze veiligheid. #veiligheid. Maar ja, we gaan weer naar het volgende stuk. We zijn druk bezig met opruimen. We gaan weer verder. Zo, we gaan nu even naar het tweede pand. Bij het andere pand kunnen we ook nog wel wat meer filmen. Alleen, daar is het heel druk met kijkers, dus dat gaan we niet doen. Kan wel, maar... Misschien de andere weg terug film ik het nog even, maar we gaan nu naar het tweede pand die is geraakt. Ja. En dit pand hier is volgens mij ook beschadigd geraakt, of deze? Ja, dat kan je hier zien. Anders... We gaan nu even naar het andere pand. Ik zou het ook. Film, zie ik nog even. Oh, hoi Sven. Super brut, jongen. Ja. Ook allemaal afgebrand hier. Tweede pand. Zijn gaslijn hebben ze allemaal troep in gedaan, volgens mijn vriend. Kleine pand, het gaat hier nog helemaal verder. En als we klaar zijn. Moet je aan? Ja, ja. Okay. Maakt niet uit. En hier alle autoloodsen. Volgens mij. Allemaal afgebrand hier zo. Hou even je mond, we zijn aan het filmen. Oké, okay, maar hier staat een vrachtwagen. Nou, we gaan weer even naar het volgende stuk. Overal liggen allemaal troep. De hele weg zit onder. En dit is een van de laatste stukken van het pand. Ze zijn al redelijk intact, vind ik. Hier ook nog. En, er zit ook daarachter ergens nog een pand. Er zit allemaal schade op. Oh. Boven zie je allemaal asbest. Ik zou even de fiets als kunnen zien. Asbest erboven, super giftige stof. Dus ik wil niet te lang hier in het gebied blijven. Jij Sven? Ik ook niet. Zeg nog eens. Ik ook niet. Nee. Uitgeteken. Ja. Super bruut. Maar er zijn hier zo stalen. Is het verbrand, waar ze pas branden bij 1700 graden, dus 1700 graden. Dat is tot 2.
dat is net zo heet als 3 ovens bij elkaar op de mat. Misschien wel 4. Dat is heel heet. Nou. We gaan nog zo meteen nog even... we gaan zo meteen nog even wat schouders aan elkaar gooien. Allemaal kapot. We willen ook echt niet naar binnen. Het staat gewoon op instorten en het wordt super heftig beveiligd. En als ik eerlijk moet zijn, Sven, durf ik ook niet eens. Ik ook niet. ik ben heel veel bunkers geweest. En, wij allebei, samen. Ja, het is een witte wesp. Witte wesp. Hier, ja. Zo. Kijk, de olie zie je daar op die buis die hangt. Buis die hangt, nee. Zie. Daar zo. Of daar zo bij de deuren. Daar zo voor je, bij dat ronde ding. Ja. Zie je daar zoiets hangen en daar blauw op. En dat is allemaal olie. Ja, het ruikt hier gewoon naar olie. Ja. Super bruut. Ja. Dit gebeurt ook maar 1 keer in je leven. Ja. Zo'n heftige brand. Er ligt nog steeds overal puin hier. Holy. Hier zo. Allemaal stenen. Hier, een stukje glas. Hier zo allemaal stoeltjes. Ja. Overal kolen, steen. Daar zo ligt ze zelfs een tent. Die heel een beetje zijn kenteken door de achterkant heen zien. Door de hitte. Ja, niet normaal. Ja. Zo, je kan zelfs nog de motor zien. Ja, de motor inderdaad, ja joh. Hier, moet je even trillen voor. Ja, dus je ziet het niet echt, niet goed licht. Zo. Het lukt gewoon niet goed. Ja, oh, jammer. Maakt niet uit. Yo mensen, nog even voor onze beide video's. Shout-out naar Mr. Magnet. 957. En Outdoor Dutchman. Natuurlijk. Ik ben de enige, dus ik heb geen cijfers. Ja, je kan ook meer beelden van de brand zien op mijn kanaal, dus check het zeker. Hij heeft nog meer beelden. Ja. Ik heb ook 1 short ervan, als je dat wil zien, kan dat ook. Ja. Bedankt voor het kijken en joe.